moet doen. Broeikasgassen mogen eigenlijk, dat moet naar beneden. Maar dan ligt daar dus het feitelijke probleem van het energieverbruik. Ja, dat ligt dus niet in huis. Fossiele brandstoffen gebruikt. Ja, dat ligt niet in huis, maar dat ligt bij de elektrische centrale. Opwekking van die energie. Ja. Nou rij ik door de polder hier, ja. van Almere naar Friesland. En dan zie ik een hele rij windmolens staan. Dan ben ik toch van het probleem af, milieutechnisch gezien. Windenergie is natuurlijk een fantastische manier van energie. Ja. Maar we gebruiken zoveel stroom dat die nooit alleen maar door windmolens zal kunnen worden opgewekt. Maar als je wind- en zonne-energie... Ja, je komt wel een heel eind. En zonne-energie, dat wordt in Nederland eigenlijk nog veel te weinig gebruikt. De moderne zonnecellen en de moderne zonneboilers, zeg maar, die zijn veel efficiënter dan de oudere, zeg maar. Ja. Dus je hoeft ook niet, ik zal maar zeggen, zo'n ding het hele jaar door pal in de zon te hebben. Ze doen het ook wel met minder zonnelicht. En het is ongelooflijk hoor. Je rijdt door een stad of je komt langs huizen en je ziet bijna nergens een zonneboiler. Nee. Je moet echt bepaalde moderne woonwijken. Dan zie je ze wel. En zonnecellen, dat is dus zo'n plat blauw ding op je dak. Mm-hmm. Dat stroom maakt, een zonnepaneel, dat is voor zo'n boiler, dat maakt warm water. Ja, maar een zonnecel maakt stroom. Ja. En die zonnecellen, die blauwe dingen, die zie je bijna nog nergens. Je ziet.